Er heerst geen vreugde, maar het besluit is onontkoombaar. Dat zei burgemeester Tom Baas aan het eind van de raadsvergadering van dinsdagavond. De raad heeft hierin besloten de gemeente Bwansterhim op te heffen en samen te voegen met andere gemeenten. Met welke gemeente kun je dan het beste gaan fuseren? Want dan praat je over gemeentelijke herindeling. Moet je als gemeente in zijn geheel gaan fuseren of moet je dat in delen doen? Dat is onderdeel van de opdracht. Bijna alle raadsfracties stemden voor het collegevoorstel. Alleen de 3 leden tellende fractie van de FNP was tegen. Voor deze partij pleitte Lida Veldstra tevergeefs voor een referendum tijdens de raadsverkiezingen van maart 2010. In de raad van februari bespreekt de raad een voorstel van het college over hoe de herindeling wordt uitgevoerd.